Welkom! Leuk dat u kijkt. Mijn naam is Mike. En in deze video van het bewerken van foto's in Lightroom 5 wil ik u meenemen naar de lente. Het is begin maart en de meteorologische, moeilijk woord, lente is begonnen. En dat betekent dus dat de natuur weer volop in bloei komt in de komende dagen, weken. En ik denk, ik neem vast een voorschot en pak een foto van de lente van vorig jaar. En wat u hier ziet is een mooie vlinder op een graspriet. Het is een oranje tipje, je kunt hem hier zien. Deze foto is genomen in de ochtend. Dus hij was nog een beetje vochtig en vlinders die moeten het hebben van de warmte van de zon. Want ze kunnen hun lichaamstemperatuur niet zelf op peil houden. Dus de zon die zorgt daarvoor. En in de nacht koelen ze dus af. Gaan ze ergens stil zitten en proberen ze zo goed mogelijk verscholen te zitten. En in de ochtend, als het licht er net is en de zon is er net, dan zijn ze eigenlijk nog niet goed in staat om te vliegen. En zullen ze echt alleen in uiterste noodgevallen wegvliegen. En kunnen ze dus heel makkelijk en dichtbij benaderen. Alleen het probleem is natuurlijk om ze te vinden, want ze zijn goed gecamoufleerd over het algemeen. En naar deze meneer of dame heb ik ook even een flinke tijd moeten zoeken. Nou, ik heb deze foto gemaakt met een macro lens. Ik zal even naar de instellingen kijken. Ja, ISO 100, 90 mm, 1/15 van een seconde. Een hele langzame sluitertijd in principe. Maar ja, als het 's morgens vroeg is, dan er was nog geen wind. Er was niet zoveel zon. Dus je kreeg geen hele snelle sluitertijden. Het is een 2.8 lens, dus f5.6 heb je toch een beetje scherpte diepte. Niet heel veel, maar als je de vlinder zo frontaal van de zijkant fotografeert, heb je genoeg scherpte diepte om ook dat achterste stukje zeg maar scherp te krijgen. Hè? En die graspriet overdwars. Ga je dat van de voorkant of de zijkant doen, dan lukt het niet en wordt de helft onscherp. Kan soms ook mooi zijn. Maar in dit geval heb ik dus voor deze aanpak gekozen. Ik lag erbij plat op mijn buik met mijn regenpak aan in het gras. Want anders ben je echt drijfnat binnen 10 minuten. En je moet van houden, maar goed. We gaan deze foto bewerken. Dat is de opzet. Ik begin, want anders draaf ik door. Ik begin bij lenscorrecties. Correctieprofiel inschakelen. Je ziet er gebeurt wel het een en ander. Ja, het is een Tamron SP90 2.8 lens. Dus een macro lens. Kleurafwijkingen verwijderen, uitsnijden behouden. Nou, upright hoeft niet, want ik kan het voor de lol eens even doen. Lightroom gaat het naar rechts zetten. Nou, Lightroom ziet ook wel, ik kan daar geen hout aan snijden, want je kunt hem alle kanten op zetten. Voor mijn gevoel was het zo, dus we laten qua horizon laten we het even zo. Dan ga ik gewoon naar mijn standaard paneel en ga ik de hooglichten eerst maar eens even eruit halen. Ik wou zeggen, er gebeurt niks, maar dat klopt. Oh, ik vergeet eigenlijk. Dat ga ik eerst even doen natuurlijk. Mijn witbalans. Die staat op als opname. Ik zal hem eens op automatisch zetten. 4650. En hij was... Ja, zie, hij was ietsje warmer. Daglicht wordt hij nog wat warmer. 55. Ik hou hem even op 55. Ik vind het wel mooi. Ietsje warmte erin hebben. Het zonnetje zat er vanuit deze hoek toch aan te komen. Heb je zo het idee in ieder geval. Dus ik haal die hooglichten er even uit. Ik voer mijn schaduw op. Nou, dat wordt heel flats. Dus ik ga hem niet al te ver. Ik vind dit ver genoeg. Dan ga ik mijn witte tint opvoeren. Dus ik druk even mijn alt-toets op het toetsenbord in. Linker muisknop op de slider. Wordt alles zwart, hè? Voer ik hem op naar rechts en dan zie ik daar wit komen. Dus daar begint de foto te klippen. Breng hem ietsje terug, dat ik geen wit meer zie. En dan ziet ze dus die mooi in balans. Ik ga hetzelfde doen met zwart. Dus even linker alt-toets, linker muistoets en dan die slider naar links brengen. Tot u zwart in het scherm ziet. Bij de zwarte mag het wel ietsje doorlopen. Maar ja, dit vind ik te veel. Hop, dubbelklikte. Ik wil er wel een beetje in hebben, maar ik wil hem toch... Ik wil hem een beetje soft houden. Het is een vlinder. En vlinders zijn, daar kun je een hoop van zeggen, maar ze zijn natuurlijk super delicaat. Ze zijn heel gevoelig, heel klein, heel teer. Als je dan hele harde tinten gaat gebruiken, dan komt die teerheid denk ik niet zo mooi over. Het moet een beetje soft blijven. Dus je zult zien als je helderheid toevoegt, wordt het er ook niet beter van. Je kunt het beter eerder eruit halen. Maar dat laat ik even zo. Ik ga eens even van dichtbij kijken bij deze vlinder. En u ziet hier is die niet helemaal scherp.
En toch oogt hij zo wel scherp. Ja, soms... Hij is natuurlijk nog niet verscherpt. Dat ga ik eerst eens even doen. Om te kijken wat voor resultaat het oplevert. Oh ja, kijk, daar komt hij al. Maar u ziet, komt hier ook wel... Als u dit even gaat, dat komt ook een hoop ruis mee. Of een hoop, maar er komt wat ruis mee. Dus ik verscherp hem tot... Nou, laat ik zeggen zo 75. Nou, ik zit er iets overheen. En dan ga ik nog een beetje luminantie toevoegen. Dus wat ruisonderdrukking. Ja, zie, dat heeft wel... Doet wel zijn werk. Zo, eens even wat afstand nemen. Even uitzoomen, duurt eventjes. Ja. Ja, ik kan om de details weer wat terug te krijgen. Hier staat het ook, details en straal. Ik kan de straal even wat groter maken. Ja, zie, dat heeft echt effect. En dit is een leuk voorbeeld. Als u terugbrengt zo en kijkt naar de haren van de vlinder, dan worden ze toch echt wat duidelijker zichtbaar. Details doet dat trouwens ook heel goed. Dus die voeren we even op zo. Ik zoom er even uit. Ja, zie. Zo ziet het er echt wel mooi. Het komt er netjes uit te zien zo. Goed, die scherpte die zit hier natuurlijk in. Ik wil in de rest van de foto die scherpte niet hebben. Ik hoef hier en zo geen scherpte te hebben. Ik zal even inzoomen. Je ziet daar al een heel klein beetje ruis ontstaan. Een klein beetje blokjes. Ik hoop dat u het op de video kunt zien. Ziet u dat? Hier kun je het redelijk zien. Misschien heb ik hier volgens mij een vlekje zitten. Die ga ik eerst maar eens even wegwerken. Ik zie hem net. Dus ik begin met retoucheren. Oeh, zo erg groot. Even kleiner maken. Dit is natuurlijk prima weg te werken. Zo'n vlekje, want het is allemaal groen. Dus ik voorzie geen problemen. Ja, dat is keurig. Alt-toets ingedrukt en terugzoomen. Voor de rest zie ik geen vlekken. Oh ja, hier ook nog eentje. Kijk aan. Nou. Oh, oh, oh. Even wachten. Waar is die nou? Ik ga hem even te snel af. Hier was die. Zo. Dan gaan we die nog even weghalen. Je hoeft alleen maar op te klikken. Ik denk dat dat goed is. Ik ga even uitzoomen weer om te kijken. En het... Ja, prima zo. Voor de rest zie ik geen vlekken. Moet natuurlijk niet te hard zeggen. Ja, goed. Ik wilde graag een masker toevoegen. Want die ruis die hier zit en zo, daar wil ik van af. Ik wil alleen maar dat de vlinder verscherpt wordt en voor de rest niks. Hier zit dat masker, hè, onder verscherpen. Ik druk de Alt-toets in. En ik druk met mijn linker muistoets hier op de slider van het masker. En dan wordt alles wit. En nu is alles verscherpt. Dan ga ik hem opvoeren. En u ziet... Ik ga hem zo ver opvoeren dat ik eigenlijk alleen maar de vlinder en die grasspriet scherp krijg. Zo, ja. Dan laat ik hem los. U ziet, het staat op 54. Dus een groot deel van de foto wordt niet verscherpt. Ik ga hem even hier weer kijken. Ja, u ziet, het is mooi egaal groen geworden. En dat was het net niet. Ik onthoud even die waarde 54. Ik haal die slider weer even terug. En u ziet, de ruis komt dan ook acuut terug. Dus het heeft wel een heel mooi effect... Nou denk ik niet dat u deze ruis op de foto zult, op een print zult ontdekken hoor, maar zo weet ik het zeker in ieder geval. En dan wil ik eigenlijk nog even versterken dat die zon hier vandaan komt. Tenminste, die illusie wil ik in ieder geval wekken. Ik denk ook wel dat die daar echt vandaan is gekomen, maar heel duidelijk was die niet. En ik ga dat proberen te doen met een gegradueerd filter. Vanaf hier, zo hier naartoe. Ga ik hem zo naar deze kant toe brengen. Zo, tot de grasspriet. Lijkt me leuk. Goed, de ruis kan hier weg. Alles staat op 0. Dan ga ik gewoon alleen het geel opvoeren. Eens kijken wat dat doet. Zo, als ik er wat belichting bij doe. Ietsje minder geel. Dan wil ik toch dat hij ietsje meer hier naartoe komt. Zo. Ik heb het al vaker gezegd, het is gewoon uitproberen soms. Ja, zo. Ja, ik vind het zo niet een verkeerd, iets. Het is een mooie, egale achtergrond, hè. Mooi groen. Hier komt nu duidelijk de zon vandaan. Ik druk even op de F-toets voor een goed overzicht. Voor een, ja. Ik zie nog twee kleine dingetjes die dan mij een beetje storen. Kijk, drie. Hier zit een puntje, hier zit een puntje. En dit draadje, dat ik merk dat mij dat afleidt.
En het is geen wereldramp, dus het stelt bijna niks voor. Het is waarschijnlijk een druppeltje. Maar ik ga het toch weghalen, want ik vind dat niet. Ik vind dat vervelend. Ik ga kijken of dat lukt zo op deze manier. Even zien wat Lightroom ervan maakt. Druk even op de H, dat die rondjes weggaan. Ja, dat is goed. Die is weg. Zoom ik even terug. Er zat er nog een hier. Zo. Ja, misschien denkt u het is overdreven. Ik zou dat niet doen. Nou, is prima. Mag iedereen gelukkig zelf weten. Dat zijn van die dingetjes. Iedere gek heeft zo zijn gebrek, zeg ik dan maar. En dit is mijn gebrek. Ik wil dat soort dingen dan niet in beeld hebben. Zo. Ja, volgens mij keurig weg. Even kijken. Ja. Prima zo. Sluiten. Ja. Ik denk dat de foto zo mooi geworden is. Ik kan even proberen of ik met de vleugel van de vlinder nog wat kan doen. Dus wat ik ga doen is dat ik eerst eens even die vleugel ga selecteren. Ik druk op de O-toets. Ik heb hier op het kwastje gedrukt. Druk op de O-toets van overlay, zodat ik precies kan zien wat ik selecteer. En het automatisch maskeren staat ook aan. Dus hij zoekt zelf de randen op. En zolang ik maar niet met dat middelste plusje over de rand hier kom, zal Lightroom proberen die rand op te zoeken hier. Ik ga er nou mee beginnen, zie je. U ziet, het wordt rood. Duurt even. Ik denk dat er aardig wat rekenkracht voor nodig is in dit geval. Zie, zo kan ik toch keurig heel snel die vleugel van die vlinder eventjes selecteren. Lightroom doet het eigenlijk verbluffend goed, vind ik zelf. Zo. Nou, nu heb ik dat gedaan en nu wil ik dat niet meer zien, want nu wil ik met die vleugel aan de gang. Dus ik druk even de O in. Dan verdwijnt mijn overlay weer. Dan druk ik ook op de H van hide, verstoppen. En dan gaat dat, dit zwarte puntje hier gaat dan weg. Ja, oh. Zo. Want die wil ik ook even niet zien. En nu is dus de vleugel geselecteerd. Als ik nu bijvoorbeeld hier op helderheid opvoer, dan ziet u, dan kan ik die vleugel, zeg maar, al die dingen die ik hier heb, kan ik wat mee doen. Dit was hem. En de vraag is überhaupt of ik er wat mee moet doen hoor. Even zien of die misschien wat meer. Ja, zo wordt hij net even wat helderder. Zie je, soms is hoog lichter, dan gaat het wit net even, wordt net even wat sprankelender. Ja, en ik vind dat mooi in dit geval. Ja, ik ga er voor de rest niks aan doen. Ik heb nog één dingetje. Klik deze even dicht. Dan ga ik even naar camera calibratie. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik wat blauw toevoeg. Ja, dan wordt hij nog wat. Misschien een klein beetje. Zo wordt hij wat. Of. Zo is die mooi, denk ik. Ja, ik heb er ietsje aan toegevoegd. Het is eigenlijk bedoeld om de camera te kalibreren voor elke foto. Ik misbruik het vaak als een effect. En als je blauw toevoegt, in sommige foto's wordt het al heel wat sprankelender. Ik vind dat de foto wel goed is zo. Ik druk even op de F van fullscreen. En u ziet, je kunt echt met een paar kleine stapjes een foto toch even wat interessanter maken. Dit was de voor, dit was de na, ziet u? Het is toch een groot verschil. Ik zal ze even naast elkaar zetten. Op deze manier. U ziet, hier is alles wat vlak en wat donker. En hier heb je toch echt het idee dat de zon erdoor begint te komen, zeg maar. Ik vergroot het even. Hè. We hebben hier die haartjes duidelijk verscherpt. Ziet u het verschil? Met details zijn we aan de gang geweest. Hier. En niet alleen met de hoeveelheid verscherpen. We hebben de straal en de details ook vergroot. U ziet, in dit geval leverde dat een heel mooi resultaat op. En we hebben een masker toegevoegd om ervoor te zorgen dat alleen de vlinder en die grasstrengel werden verscherpt en de rest niet. Zodat ik in de rest van de foto geen last van onnodige ruis krijg. Nou ja, hoe lang zijn we nog bezig geweest? Er zijn een aantal sliders die we bewogen hebben en we hebben al meteen een leuk resultaat te pakken. Dus ik hoop dat u het leuk vond. Als de lente eraan komt, fotografeer eens wat kleine dingetjes van dichtbij. Ga eens met uw buik in het gras liggen. In de ochtend, als de dauw er is geweest of zo. Het kan soms een klein boterbloempje zijn, of een margrietje, of een viooltje, of een paar krokussen. Hè, een vlindertje, een rupsje. Er komt straks van alles tevoorschijn. Hartstikke leuk. Doe desnoods uw regenpak aan
Dat doe ik zelf ook. Een paar laarzen, oud regenpak en je gaat maar in het gras liggen. En u zult versteld staan wat u allemaal tegenkomt. Moet u natuurlijk niet in het gazon van uw buren gaan liggen, maar kies ergens een leuk veld op. Het liefst een beetje een natuurlijke omgeving. En ja, u zult echt versteld staan wat u daar tegenkomt. Enorm leuk om te doen. En daarna heeft u nog meer plezier, want ja, thuis kunt u de foto's verder gaan bewerken en kijken wat u er nog meer van kunt maken. He, om datgene ervan te maken wat u prachtig vindt. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips voor anderen? Laat het onderaan de video achter. Wilt u mij persoonlijk een mailtje sturen? Want wil ik foto's van u bewerken of ze een keertje bespreek? Stuur een mailtje naar mikesluitertijd@hotmail.com. Voor zover dank ik u voor uw aandacht en ik hoop tot een volgende keer. Graag tot ziens.